Yo, 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 yo. We hebben een vierkant wc. Vierkant wc. Ja. Ja, zoals je ziet. Ja, valt op. Het is een mooi uitzicht. Nou, op zich, het is niet super lelijk. Het is geen muur. Nee, het is geen muur. Maar wel een buis. Maar goed. Klein niet eerd, grote niet eerd. Goedemiddag, lieve mensen. En welkom bij een nieuwe vlog. Ik zie dat mijn camera. Oh, nu zit hij wel goed. Camera, lensklep, dit is een beetje gek. Maar wij zijn in Praag. En we hebben zojuist geslapen. Omdat wij een vlucht hadden van 7 uur 's ochtends. Dit is Max, zeg even hoi. Hoi. En wij gaan nu naar het centrum. En dan gaan we lekker eten en drinken. En allerlei leuke dingen doen. Nu even kijken bij de vindes van ons hotel. Zo, het is hier partijtje heet, joh. Wel echt dikke dumbbells en zo. Wel mooi, man. Mooier dan mijn sportschool. En er is ook nog een sauna. Ik hoop niet dat ik nu deze deur open doe en allemaal naakte mensen zie. Ik durf de deur niet open te maken. Zal ik de deur open maken? Ja, doe maar. Ja, maar wat nou als er mensen zitten? Dat is wel een beetje raar inderdaad als je een camera vast hebt. Maar... Oh, nee, we moeten even de pasjes in doen. Oké, okay, maak jij maar open. We hebben geen toegang. Nou, de sauna mochten we dus niet in. Ik weet niet waarom. Er stond wel bij dat we gewoon toegang hadden tot de sauna, maar misschien is die dicht. Nog. Misschien gaat die s'avonds open of 's ochtends. Wij hebben dus net gegeten bij een Argentijnse strand. En dat was heel lekker. En ik heb voor de eerste keer geen toetje op, want die zat echt super vol. Maar we zijn dus nu bij een kunstwerk van hoeveel staal? Heel veel ton. Heel veel ton staal. Alles. Ja, alles. Oh my god. Geen vuur toch? Wil je wel vuur? Nee, melk. Gaan we ballen? Ik het er weer even naast. Wij hebben net cocktails gedronken bij een cocktailbarretje. En we gaan nu naar de grootste club van Praag. En dan gaan we naar de... Dat is nog een geheimtje wat we gaan doen. Honger. Goedemiddag, morgen, middag is het net geweest. Wij hebben net ontbijt op. En vandaag regent het. Nou, grapje, de zon schijnt nu alweer, maar net regent het wel.
Maar we nemen wel even een mooie paraplu mee. En ik heb sinds kort een nieuwe paraplu. Deze paraplu. En deze is gewoon super leuk. Want het is een roze eend. Flamingo paraplu. Dus daar gaan we vandaag de blitz mee stelen. En we gaan nu eerst naar de Praagse. Is het Burgt of Brugt? Burgt. Oké. Okay. Kastelen. Kastelen. Oké, okay, je mag kiezen of de tas dragen of deze. Hij lijkt net dat hij jou een kusje geeft nu. Wij zijn in de Royal Garden. En we hebben net een uil gezien. Een hele grote uil. En we gaan hem straks van dichtbij bekijken. Alleen, het regent. Onweren. En het onweert ook. Wij zijn nu bij de vogel. Ja, hoe noem je dit eigenlijk? Valkenier. Vogelshow. Een roofvogelshow. En hier zitten dus allemaal vogels. En ik vind het zielig. Want deze is een roofvogel, maar hij kijkt heel zielig. Ik word een beetje verdrietig van. Maar hij zit even zo. Ze willen dat hij vrolijk is. Maar je kan hier dus op de foto met vogels. En Max gaat dus op de foto met de roofvogel. De arend. Is de arend? Volgens mij wel. Of adelaar. Heb je ook nog? 1 of 2. Hoor zo meteen. Nog filming. Moment. Wij hebben net een uil en een adelaar uit. En nu lopen we hier. En we gaan nu naar binnen. Twijfelen wat je nog meer gaat halen. Dat lijkt echt zo'n Mr. Bean gezicht, zeg maar. Yummy. Yummy. Wij lopen nu richting de Karelsbrug. Dat is Karelsbrug. Oei, ik zie een dikke slang. Oh my god, zie er twee. Oh my god, ik schrok. Oké, wij hebben dus net John Lennon muur gezien. Het is dus nu 6:30 en we hebben nog niks gegeten. En wij hebben zin in nacho's. Dus we zijn op zoek naar de beste nacho's in Praag. En die gaan we sowieso vinden. De vraag is alleen hoe ver het is. Zo, wij zijn weer thuis en het is nu 11:30. En voor de mensen die denken dat wij nu gaan slapen, die hebben een mis, want wij gaan sporten. De gym is 24/7 open, dus wij gaan nog even trainen. En Max heeft mijn eend paraplu kapot gemaakt. Daar ben ik dan iets minder blij mee. Dus you better fix this. Ik heb hem letterlijk 2 dagen en hij is nu kapot. Jouw schuld. Jouw schuld. Goedemorgen deze morgen. Wij hebben net onze spullen ingepakt. En vanochtend waren wij dus te laat voor het ontbijt. Want
We waren vergeten dat het vandaag maandag was. En maandag is dus geen weekenddag. En alleen op weekenddagen is het ontbijt tot 10:30. Dus we kwamen daar om 10:00 aan. Iets voor 10. En toen ging ze alles al opruimen. Maar we hadden nog wel een paar dingetjes kunnen eten. Dus op zich hebben we wel genoeg gegeten. En nu ja, hebben we eigenlijk alles al ingepakt. En nu gaan we nog een welkomstdrankje doen. Want die hadden we op het begin niet gedaan. Day drinking. Dag hotelletje. Doei. Hebben we echt alles? Ja, volgens mij wel. Oké. We zijn weer even terug bij de klok, want de klok die gaat straks 3:00 slaan en dat willen we even zien. Maar we zijn dus niet de enige. Wij zijn onderweg naar het airport en we zijn een beetje laat, maar we gaan er wel op tijd komen. We hebben alleen geen tijd meer om dingetjes te komen of zo, daar te rondkijken, want we vliegen over. Over een uur. Over een uur gaat de gate dicht. Nee, minder dan een uur. We gaan om 8:00. 50 minuten gaat die dicht. En we moeten nu nog... Iets meer dan een kwartier. Iets meer dan een kwartier. Dus we hebben echt een 30 minuten om in te checken. En zo. Controle. Goedenavond, wij zijn geland en we zijn met de trein vanuit Schiphol weer teruggegaan. En nu ben ik lekker thuis. En ja, het waren 3 echt superleuke dagen in Praag. Ik vond Praag echt een verrassende stad. Het heeft me op heel veel dingen echt wel verrast. Zoals al het terrasjes en het eten en gewoon de mensen. Heel veel mensen konden ook gewoon echt geen Engels. Dus je had wel echt het gevoel dat je op vakantie was. Want je ging een soort van terug in de tijd. Maar voor iedereen die naar Praag gaat, zou ik wel aanraden om ten eerste goede schoenen aan te trekken, want overal liggen van die kleine kinderkopjes. Ten tweede zou ik aanraden om geen koffer door de straten mee te nemen. Dat hadden wij vandaag wel gedaan en dat was af en toe een beetje lastig. En als derde zou ik ook een creditcard meenemen, omdat je op heel veel plekken niet kan wisselen qua geld. En als je het doet, dan kost het echt heel veel geld. Wij hadden 1 keer gewisseld en toen betaalden we iets van 7 of 8 euro transmissiekosten. En dat is gewoon belachelijk. Dus we hebben eigenlijk alles met creditcard gedaan. En dat verrekenen we dan op het allerlaatste moment. Dus dat zijn de tips die ik voor jullie heb. Ik hoop dat jullie deze vlog, wat kortere vlogvideo van Praag, leuk vonden. Vergeet niet even een kijkje te nemen op mijn Instagram, wat ik hieronder zal zetten. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!